Freeway in reanimatie. Afhuizing dan, neem ik aan. Ja, 1451 ter plaatse, schaalt op middelbrand. En hallo brandweer. Hallo. Nee, hier is niemand aanwezig. 10-4. Wederom gebouw brand, prio 1. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Ellis Bidu Warmoor. En vandaag een pad met de autoladder, met mijn collega. Ja, eigenlijk niet zo heel veel eraan toe te voegen. Alleen dat het nog steeds sneeuw is. Het is niet heel glad meer gelukkig, maar we hebben dikke winterbanden eronder. En er is gestrooid of zo, weet ik het. Het is gewoon de gladheid mod is er namelijk uit. Ja, de autoladder kan er natuurlijk niet helemaal inzetten zoals in het echt. Zoals die in het echt wordt ingezet. Ik moet er een beetje mee spelen. Dus ik zal misschien maar als enige aankomen bij een melding van een... wacht even. Een melding gebouwbrand. Kan zomaar zijn dat ik al als enige daar aankom. En wat sowieso is, is dat ik hem als enige moet gaan blussen. Want de TS die lost het niet op voor ons. Hier zit een ladder in en die zit van de Los Santos Rescue Division mod zelf. Dat betekent dat ik die even ga laten verdwijnen. Dan doen we hem middel van zo en dan zo en dan. Ja, dat zit. Oh, daar gaan we aan. Is dat wel fun? We zullen van alles een beetje pakken. We zullen eigenlijk een beetje een first responder TS autoladder zijn ofzo. Een beetje reanimatie misschien ook. Maak er eens wat leuks van. Voertuigcontrole natuurlijk heel belangrijk. Het is wel handig als de grillflitsers ook erbij aangaan. Maar die doet het niet. Nu wel. Maar nu niet. En oranje. Yes. En dan gaan we even load plug-in. En dan vehicle gadgets. En als het goed is, als hij niet... Dan zouden we dus nu ook met de P. Nee, ik bedoel met de O. De O. Nee, dat doet niet. Ik dacht dat we de ladder konden besturen, maar dat kan alleen met de andere. Maar niks uit. Nou, we zullen hem wel even terug binnen zetten. Nu al op toepassing. Ja, natuurlijk zit hier ook een tank in, een watertank in. Dat is in het echt natuurlijk ook niet bijna uit de ladder. Denk ik, voordat ik heel klein denk ik, vermoed ik. Ik durf eigenlijk niet meer te zeggen. Ik weet wel dat de auto of de TS natuurlijk de autoladder voorziet van water. Dan komt een kazernealarm, een reanimatie. Even kijken. Let's go. Blijf afgaan, alarm. Hij stopt niet meer. Ik kan de melding ook niet aannemen. Ja, misschien heb ik hem al aangenomen, ik weet niet. Maar meestal moet je nog een Griekse ei. We gaan gewoon rijden. Prio 1, reanimatie. Afhuizing dan, neem ik aan. En we zijn weer terug op de kazerne. Kijken of het kazernealarm nu wel gewoon afgaat, zeg maar. En daarmee bedoel ik, of stopt moet ik eerder zeggen. Want hij ging oneindig door. En het voordeel en het vette vind ik dan wel weer van deze mod. Is dat als je wegrijdt, stopt hij of gaat hij steeds zachter. Dus alsof net het kazernealarm echt hier binnen afspeelt. En niet geprogrammeerd is tot je het continu hoort waar je ook bent.
Want als je dus niet op de kazerne bent, hoor je ook geen kazernealarm als je een melding binnenkrijgt. Dus dat is wel tof. Hij gaat nu af. Een gebouwbrand. En dan moet ik nu de Griekse ei kunnen gaan indrukken. Yes. En hij stopt. Maar wat ik nu wil zien, want er stond op de freeway. En dat lijkt me... industriegebiedje. Wat een pittige vriend. Kom op, hè. Ga maar alvast je fire gear omdoen. Politie TP. Dus die gaan ons hopelijk zo snel mogelijk een eerste inschatting geven. Ik moet altijd kijken. Meestal bij die andere kazerne als je eruit rijdt, dan staat er een brand. Hey joh, een brandpaal waar je dan vol tegenop knalt. 3-1, gebouwbrand. Lelijke sirene had, een drietoon. Welke brandweerauto heeft nou een drietoon? Welke auto heeft überhaupt een drietoon? Want geloof ik dat dit gewoon volledig verboden is in Nederland, een drietoon. En dus, maar dan maar verder uit. Maar die is een ongeluk had, op beeld. Wat echt super grappig. Of ja, grappig niet, ging dan hoor. Maar het zag er echt heel kneuzerig uit. Nou, ik ben mijn knipperlichten vergeten te gebruiken. Dat doen we nu nog een keer. Ik hoor de popo. Ik zie wat rook ook. Ja, zeker zien we rook. Ja, 1451 te plaatsen, schaalt op middelbrand. En dan, wat ik al zei, gaan wij nu gewoon ons ding doen. En ons ding is beginnen met blussen, terwijl een autoladder dat helemaal niet doet. Normaal komt een TS ter plaatse, komt alles ter plaatse. We kunnen trouwens wel even een TS'je nog ter plaatse vragen. En dat doen we in middel van. 10-4, all units. Fire truck is in route, is responding code 3. Nu gaan we er ook in, dus we gaan rustig naar binnen. Echt bijna niks. Ik zie echt niks. Dus ik hoop dat de elektriciteit hier al uitstaat, want het is hier allemaal apparatuur die in de hand staat en met water wil je dat eigenlijk niet hebben, lijkt mij. Gasflessen, let op. Gasflessen binnen. Gasflessen binnen. Ga jij trouwens gewoon je taak geven. Oh nee, fire extinguisher, fire extinguisher. Dat zeg ik, ook dat je een slang gaat gebruiken, dat heb ik nooit zien doen, dus ik wil eigenlijk echt alle hoeken fikken gewoon, nu is het mogelijk gek. Nu sowieso die rook die is hier altijd al, omdat het een staalfabriek is of zoiets, dus in die bakken zit vloeibaar staal, geloof ik. Dus ook al zie je daar nu nog wat van vlammen, dat hoort dan weer wel. Waarom blus ik zo? Ik geloof dat dat best wel gewoon super effect heeft in plaats van de slang door aan te laten. Dan ben je ook super snel al je water kwijt. Maar ja, nu zie je, dit is allemaal al rookvrij. Ik weet niet of dat nou ook hoort, ik denk het wel. Dus we gaan verder. Roken. We kijken natuurlijk gewoon of het slachtoffers zijn, hè. Dat zou kunnen. Hallo brandweer. Hallo. Nee, hier is niemand aanwezig. We schalen trouwens maar op naar grote brand in overleg met de OVD. Of grote brand kan geloof ik ook gewoon de TS en de autoladder doen. Ja, dit is de TS, de bevelvoerder. Maar wij zijn gewoon alles in één vandaag. Ik zie helemaal niks, joh. Hoe zit met een zuurstof? Dat is nog goed.
film zo. Mooi hoe die slang mij gewoon overal naartoe volgt. Normaal zou je wel 50 keer in de knoop hebben gezeten. Mijn collega is ook nog bezig. Misschien moet ik onderling contact met hem hebben. Collega, kom eens uit voor de Wim. Nee, dat is niet Wim. Voor de brandweerman ik. Je knettert iets. Waar ben je, vriend? Ja, zie je, dit is allemaal vloeibare shit, joh. Oh, mijn collega. Ik ben hem aan het bussen. Sorry, collega. Let op, daar zijn vonken zichtbaar. Blauwe vonken, lijkt me een beetje iets met elektriciteit. Ik denk dat we wel mogen stellen dat we bijna alles onder de controle hebben, maar ik weet niet meer hoe je hier boven komt. Je komt hier sowieso naar boven, dat weet ik wel, met een ladder, maar die zie ik hier gewoon niet, denk ik. Zit hier ergens? Ja, is dit een ladder? Nee, hè? Hoe kwam je over boven? Ik heb het geweten, ik ben er vaak niet gekomen. Ik probeer gewoon zo te bussen. Uit? Nee. Ja, maar pot vol drie dubbeltjes. Verdomme. Ik maak er wat van. Ik ga nog door. Ja. Oh, mijn zuurstofletten. Hoi. Mag even langs. Of ja, heel goed man. Oké, hier lijkt het allemaal brandmeester. Alles je weet. Hier zag ik nog iets. Hier tussendoor. Nee, toch niet mooi. En dan moeten we alleen nog deze. Nou, daar zijn we. Kom op dan. Waarom gaat deze nou gewoon niet uit? Ik kan er uren op blijven spuiten. Waar staat mijn collega überhaupt? Collega, kom eens uit. Waar ben je? Ben je naar buiten gegaan? Ben je naar buiten gegaan? Ja, misschien moet ik even terugkomen met de brandblusser of zo. Ik ga dat doen. Want dit is echt het enige vlammetje waar we nog moeten blussen. En zoals ik al vaker heb gezegd... Oh nee. Kijk, je moet zeg maar een... Oké, die is nu wel uit. Je moet zeg maar een... Een waterstraal op de grond. Ik ben verkeerd aan het doen. Dus. Yes, brandmeester. Wij gaan retour kazerne. Hier gaan we eens flink laten luchten. Maar dan mag de TS doen. Ook al hebben wij in de autoladder de grootste ventilatoren. Meen ik. Oké. Okay. Goed man. Clear equipment. Fire gear off. Yes. And call it. 10-4. Zo, collega, kom maar door. Hij komt niet. Follow me. Attention all units. We have a civilian requiring assistance on... Kijk, ik zei dan wel... All units, we have a pedestrian struck by a vehicle on Altopia Parkway, units respond code 3.
blow skin off of my ass. Thanks, friend. Zo, die is weer vol. En we zijn weer terug op de kazerne, waar een melding binnenkomt. Attention all units, we have a structure on fire. Yes. Die gaan we aannemen, gebouwbrand wederom. South Boulevard Del Perro, medical aid requested. The Life Invader Office. Wederom gebouw brand, prio 1. Oh, stukbandje. Stop. Dit knippel ik naar rechts aan, maar het was eentje verder. Nou, ook wat ik hier zie binnen. Of is dat iets wat op de achtergrond is? Of hoort dat door dat? Ik weet niet wat het is. AC, de 1451 zijn we geloof ik, hè. We zijn ter plaatse. We zien wel iets wat een beetje raar uitziet. Lijkt de brook van binnen, maar voor de rest is niet heel veel zichtbaar. Dus we gaan een binnenverkenning doen met ademlucht en alles over. Alles op zijn gemak. Het zou een gebouw... Nee, het zou trouwens wel een gebouwbrand zijn. Ik zit wel steeds een beetje te denken van het is een OMS, maar het is gewoon een gek gebouwbrandje. Dus daar gaan we ook vanuit. En dit is onze hulpdienst in de ingang. Er gaat geen brandmelder af. Dat is niet mooi. Dus misschien zijn er nog wat mensen in het pand aanwezig. Nou, daar staan ze toch wel buiten. Deze deuren zijn allemaal dicht. Dicht en dicht. Hier is niks. Hoi! Wat de fuck doen jullie hier nog? Ga naar buiten, dat is mogelijk brand. Nee, ik denk dat ik dit zie, wat je hier ook ziet. Ja, duidelijk. Dat daar allemaal, op die ramen. We gaan toch nog eens kijken. Liften zijn natuurlijk niet beschikbaar, moeten we ook niet gebruik van maken. Hallo, brandweer. Ja, hier zit hij dan allemaal aan het werk. Ik denk dat het een prank call is, want niemand weet er iets van. Stit, die muur ziet er een beetje raar uit. Moet of schoongemaakt worden of hier is wel rookschade, maar... Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Oké. Kan niet verder of wat?
Binnenverkenning gedaan, niemand weet er iets van zo te zien, dus wij gaan retour kazerne. Einde melding voor ons ook. Roger. Attention all units, citizens report, a cardiac arrest on Los Santos Freeway, units respond code 3. Roger, dispatch, we are in route. Roger that. Afgeroepen voor een reanimatie. Kijken of deze wel doorgaat. De eerste was gelukkig. Ambulance is te plaatsen, dus en snel te plaatsen, dus misschien wel een afwijzingje. Maar dat zien we pas dadelijk pas, want het was geloof ik op de snelweg, dus ik ben benieuwd. De zwarte rennen best lang door. En toen begon die oranje ook maar te rijden. Dus, Trouwens, de eerste keer dat jullie het zien, de taxis zijn zwart. Yay! Thanks to BE Mods 5. BE Mods V. Bum Mods V. Kun je het ook uitspreken. Maar thanks naar hem. Het is geen afwijzing, want het is midden op de snelweg. Er staat een supervisor. Die staan ook nog een beetje raar geparkeerd, alsof ze een ongeluk hebben gehad. Ik ga niet hier draaien op de snelweg, we gaan lussen, of weet het. Ja, ik denk lussen. Kijk eens, hij leeft. En is over de wegafzetting, ook al is dat niet de taak van de brandweer. Maar nu dus even wel. Nee, hij leeft niet meer. Jawel, hij leeft, jullie zagen het natuurlijk ook. Hè. Nee, geen taxi. Oprotten hier. Dan gaan we een beetje. Lijkt helemaal nergens op wat ik allemaal doe. Zo pionnen neergezet. Zit er... Hé joh! Paal gek! Poef, weg met jou. 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 Ah. Wegafzetting plus 1. Moet je wel zeggen. Nee, ja, we hebben hier eigenlijk niks te doen. Want hij leeft gewoon. Hij stond op. Dus ik snap niet wat jullie nou weer zijn aan het doen. Maar dus ik zou zeggen, we gaan er verder niks aan doen. Meld me afgekomen. Nee joh, veilig gekke. Kom vriend, we gaan hier snel weg. Dit is dramatisch. Ja, en ze staan tegen mij. Attention all units, we've got a structure on fire. Ja, tuurlijk, Rockford Drive. Medical aid requested. Units respond code 3.
En dat is de laatste voor vandaag, een gebouwplan. Ik heb daar nog wel wat te beleven. Want de reanimatie, eerste reanimatie was niks. Tweede melding was van een dik brandje. Derde melding reanimatie was niks. Gebouwbrand was niks. Vervolgens de reanimatie was dat helemaal niks. Ja, was wel iets. Maar hij leeft weer. Ja, je weet de auto, je ziet toch zo'n grote brand vooruit aankomen of niet dan. En deze melding moet natuurlijk wel ook een dik brandje worden. Bus maakt ruimte, bus maakt perfect ruimte tijdens bus. Oeh, en de bus knalt ergens op. Ik weet alleen niet waarop. Hij knalde ergens vol. Oh hier, ik knal ergens vol op. Ik zag het gewoon gebeuren. Ook al, ja, nou, dat zou ik het niet willen zeggen, maar ik zag hem inderdaad niet. Maar ik zag hem toen wel weer, maar te laat. Snap je nog? Ik niet namelijk. Kijk, altijd kijken wat achter die vrachtwagen komt. En je weet het nooit. En dat ging een beetje fout. Of dat ging niet fout. Bij de filmpje wat we straks of zagen of in de beschrijving kunnen zien. Het ging niet helemaal lekker daar. Of ja, vooral. Ja, ze zagen gewoon niet wat achter die vrachtwagen allemaal vandaan kwam. En zo te zien is dit helemaal drie dubbel noppes nada. Want anders zou ik de rook wel al. Piep, piep, piep. Geen rook zichtbaar, geen mensen die me opwachten omdat de brand zo groot is. Dus ik ga gewoon even naar binnen kijken van hey, wat is hier allemaal los. Hallo brandweer, is hier gebeld? Ik hoor niks. Dat is een goed teken. En een goed teken voor de bewoners. Ook al woont hier waarschijnlijk helemaal niemand. We gaan even parkour doen. Ik hoor wel mensen praten. Hallo brandweer. Ik hoor wel iets. Nee. Hallo brandweer. Nee, oké. Okay. Melding ook wederom loos. Ja, kan, hoeft niet loos te zijn hè. Kan natuurlijk ook een echte brand zijn geweest. Maar die al is geblust en nog niet is gemeld dat het uit is. Als ik een klein brandje had, heb in mijn huis. Voor hetzelfde geld gaat een van mijn ouders meteen in paniek de brandweer bellen. Of ik hè, dat weet ik niet. En denkt de andere van, ja wacht eens even een grote emmer water eroverheen. Natuurlijk niet als je keuken ervoor brand staat, dat nooit doen. Maar wacht eens even, gewoon even die krant staat in de fik. Ik kan wel de brandweer bellen, maar ondertussen even emmer watertje eroverheen. Ik zou in ieder geval kijken of ik het zelf veilig nog kan blussen. Al is het een deksel op de pan doen. Maar ja, natuurlijk niet als je hele keuken in lichte laaien staat en het zit te ontploffen en zo. Dan ga ik niet zelf blussen, dan wel inderdaad een brandweer. Maar dus het kan zomaar zijn dat dit wel brand was, maar al is geblust en dan kan het zomaar een nakontrole zijn geweest. Maar wij gaan terug naar de kazerne en dat bespaar ik jullie mijn reiskills. Wat ik jullie niet bespaar, moet ik even gaan kijken hoe ik het zeg, want het staat helemaal nergens. Wat jullie niet bespaar is een video over een paar dagen, twee dagen zoals altijd. Meestal altijd, afgelopen tijd niet echt, maar komt goed. Tot de volgende video, doei!